Als je daar geen stijve van krijgt, dan weet ik het niet meer. Vier keer vissen van klein beetje zalm. Wat niet goed van jullie. Hier nog één erbij. Dat gelijk doorgekrast. Afgelopen. Dat kan wel op een zondag. En hoe zeg je? Eerste liefde bedrijf met maar niet met een telefoongesprek hoor, dan word ik niet op. En hoeveel weeg jij dan? Ja. Nou, tevreden? Jongen, jongen. Knikker van je van. Iets anders kapot gemaakt voor mij. Ik wil niet alleen zijn. Ik ben Pieter en deze video gaat over mijn buurvrouw Roos. Het is een bijzonder verhaal en je gaat het misschien nooit weer vergeten. Dus laten we maar beginnen bij het begin. Onlangs hoorde ik voor het eerst over anti-kraak wonen. Wonen op bijzondere plekken. Denk aan oude schoolgebouwen, leegstaande kantoorpanden, verlaten crematoria of zelfs oude kastelen en hele villa's. Het kost minder dan 200 euro per maand en je mag er net zo lang blijven wonen. Totdat het wordt gesloopt. Ik had me gewoon eens aangemeld, maar nog dezelfde dag had ik een rijtjeswoning in Gieten. Mijn eigen huis, met een tuin. Het heeft een klein beetje gestormd. Je kunt zeggen wat je wil, maar voor mij is het perfect. Ik woon hier heerlijk, ik betaal bijna niks, ik heb de ruimte. En het is eigenlijk gewoon super relaxed, ongestoord wonen. Totdat op een zondagochtend mijn buurvrouw voor de deur stond. Het is 9:00 ochtends. En er wordt de hele tijd op de deur geklopt. En ik kijk even uit het raam. Maar buurvrouw is dus de hele voortuin aan het volzetten met spullen. Moet eens kijken. Het is, komt van een hele dure fabriek af. Oké, maar u zet alle spullen gewoon voor mijn huis neer en u denkt... Dan zoek het maar uit. Ik ben naar Oostenrijk. Ben ik één keer op vakantie. Eén keer op vakantie geweest. Bij man. Bergen beklimmen. Zo? Ja. Ik wist niet dat u dat kon. Ik vind het heel erg lief, maar ik hoef het echt niet. Oud papier. Ja. En zo leerde ik buurvrouw Roos kennen. Ik ging gezellig een mousserend wijntje bij haar drinken. Wat lief! Af en toe eens wandelen. En al snel stond ze elke ochtend bij me aan de deur. Ik doe zo meteen de gordijnen open en dan staat zij binnen ongeveer 2 minuten voor de deur. Goedemorgen. Ben jij de boom water? Soms is ze vrolijk. Goedemorgen. En soms wat minder. 4 keer vissen van klein beetje zalm. Dat niet goed van jullie. Dan bad gaan in de tuin. Dat gelijk doorgekrast. Zo, jij bent boos. Ja. Mooie stoeltjes op wieltjes. Weggegooid. Ja, dan maar zonder. Had hij misschien hier ook wel vast. Eigen schoen, handje maar mee. Het is nog maar 9:00 ochtends. Kan me niks schelen. Maar u schreeuwt zo hard en iedereen ligt nog steeds. Kan me niks schelen. Wat is het? Het is 7:15. Ga dan s'avonds eerder naar bed. Goed. De eerste ontmoeting met buurvrouw Roos was intens. En ik kan het hebben, maar de mensen in het dorp kunnen haar gedrag niet altijd waarderen. Ik mag niet bij die boel in. Mag je er niet meer in? Nee. Dat weet u niet. Nee. Waarom niet? Ik ben verhooien gegaan. Oh, waarom dan? Ja, omdat ik de boodschap niet mee kreeg. Ik krijg wat van jullie. Ga dan meelopen en wijs het dan aan, want ik kan het toch niet vinden. En toen had ik de pinpas weer niet bij me. Ik zei, moet ik weer vissen van jullie? 4 keer vissen van een klein beetje zalm. Wat niet goed van jullie. Ik zeg, kijk, ik heb net betaald en dan heb ik een tweede pakje. Dan hoef ik nou maar 60 cent bij te betalen. Dan heb ik die 2 pakjes voor 3 euro. Nee, mevrouw, gaat niet door, want u hebt het verkeerde pakje. Oh, ik had het niet meer. Buurvrouw Roos is er zo klaar mee in Gieten dat ze haar huis verkocht heeft. Dat bot gaat in de tuin. 98% begrijpt mij niet. Het is maar een paar procent, nog een handjevol mensen die mij begrijpen. Ik heb niemand. Ik vind het wel leuk als je is iemand op de koffie komt. Maar mm-hmm. Ze komen niet. Ze hebben geen behoefte aan. Jij was de eerste die direct de hand tegen mij opstak. Niemand doet dat die er allemaal woont. Ik wil niet alleen zijn. Ik ben 13 jaar alleen. Ik ben er zat. Ik kan er niet meteen. Ik word gek. Dan stap ik eruit, heb ik gezegd. Nee. Ja, ik wil niet alleen zijn. De muren zeggen toch niks terug. Tijd voor een tweede jeugd voor buurvrouw Roos. Want wat is nou een beter medicijn tegen eenzaamheid dan... Een lieve, leuke man. Die veel van fietsen en wandelen houdt. Heel gezellig met elkaar een kopje koffie drinken. Of een borreltje erna. En elkaar helemaal af kunt tasten of je bij elkaar kunt horen. Ik begrijp de seks helemaal zoals die in elkaar is. Oh, wow, dit is gaan, hè? En ik weet precies wat je moet doen om elkaar te bevredigen.
Even tot hier, want we gaan even een account aanmaken op een 50-plus dating site. Aanmelden kost €30, maar de liefde kent geen prijs. Nog een paar mooie foto's. Nou, mooi schoenen. Hartstikke leuk. Zo, mag u hier staan. En u heeft een mooi blitz outfitje aan. Binnen een kwartier is buurvrouw Roos klaar om te daten. Waar moet dan op drukken? Op chat? Nee. Op chat. Hé? Chat. Met een klein beetje hulp zijn de eerste berichten zo verstuurd. En nu is het een kwestie van afwachten. Goedemorgen. Ik heb heel veel te vertellen. Oh, Roos, je maakt me nieuwsgierig. Ah! Wat is er precies gebeurd vandaag? Vier mannen in de rij. Ja, de mannen staan voor u in de rij. Jij hebt een goeie... Jij hebt een jaar geleden, maar toen was jij hier nog niet. Ah. Hier nog één erbij? Ja! Super. Zullen we kijken? We gaan Erik openen. Wat zegt hij? Dag Roos, dank voor jouw bericht. Momenteel werk ik veel in huis. Tekenen en grafisch drukwerk. Een paar jaar geleden verloor ik mijn partner. En mede daardoor zie ik hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn. We kunnen elkaar natuurlijk bellen. Met elkaar kletsen. Vind ik leuk. Ik geef je mijn nummer ook. 050 antwoorden. Geen interesse staat. Hallo Erik. Nee, daar kun je op klikken. Op geen interesse. Als je geen interesse in Erik hebt, dan kun je daar klikken. Nee, ik heb wel interesse in Erik. 50. En dan? Ja. Maar het klinkt heel positief wat ik allemaal wil. Want ik ben zo inhouden, zo van de natuur en zo wandelen en fietsen. Ik heb al gewandeld en ik wandel wel eens 's ochtends om 6:15 al dat ik begin. Ja, 18 kilometer per dag. Ja, ik wil zo veel wandelen. Ik vind het prachtig om te zien. Roos heeft zichzelf nog niet eens voorgesteld, maar is overduidelijk aan het genieten van haar eerste telefoondate. Het gesprek duurt ongeveer een uur, dus ik skip er even met je doorheen. Fijn hè, dit lekkere weer wandelen, fietsen. Ik ben ook bij Chille de Boel en ik ben bij Koerswandeling. Ja, ik woon in Gieten, een heel mooie plaats. Ik heb ook een vreselijke jeuk over mijn lichaam, daar ben ik ook prettig gek van. Ik heb trouwens ook een steun van 2016. En je kan je niet voorstellen hoe ik zou doen dat ook. Maar nu sta ik nog open voor de liefde van mijn leven. En ik hoop dat je nog veel aan mij gaat denken, maar ik zie hier echt aan zitten, hoor. Nee, ik geef gewoon alle tijd in, doen. Maar... Nou ja, dan krijg je dat toch de eerste keer aan het doen. Ik was misschien te druk en ik heb misschien te veel gelezen. Ja. Ja, misschien was het wel een beetje heftig, hè? Maar ik vond dat het in het begin... Maar dat is zo gauw mogelijk, maar weet hoe ik in elkaar zit. Ja. Dan weet je van tevoren, dan daar moet ik niet mee beginnen. Nee, maar u heeft het niet fout gedaan, hè? Ik heb er niks van. Nee. Maar als het niet wat wordt... Ik ben overrompeld, zeg. Je was wel heel druk, dat klopt wel. Je zei misschien iets te veel en misschien ook wat meer vragen aan de man. Maar je hebt er eigenlijk niks aan hem gevraagd. Ja, maar al dat leed sleept mij weer mee. Ja, maar we gaan de volgende proberen. En dan komen we uit bij het bericht van Anton. Wat heb jij een mooi profiel dat heel goed bij mij zou kunnen passen. Want we hebben best veel gemeen, zoals muziek, fietsen, wandelen. Ook nog 5 jaar tennisleraar en masseur. Oh, die heb ik nodig. Wat zegt u? Je klik kan en wil ik je veel geven. Bijvoorbeeld een romantisch etentje, een liefde. Heb jij ook een auto? Nee, een hele fijne dag en een groet van Anton. Waarom woon je zo ver weg? Zo ver weg van mij! Eerste liefde bedrijf net al. Eerste liefde bedrijf en dan? Ik ben blij dat ze nog kan lachen, want nog diezelfde middag is het tijd voor de allereerste date. Anton kan facetimen, dus tijd om elkaar te leren kennen. En hoeveel weeg jij dan? 85 kilo.
Oh, ja. En je bent lang? 1,20. Nou, oké. Ik ben fotomodel. Ik ben fotomodel. Ja. Moet ik ook nog mijn trui uitdoen? Ja. Nou, oké. Ja. Ja, doei. Ja. Tevreden? Tevreden? Volgens mij redt Roos het prima. Ik laat ze lekker bellen en ik hoor morgen wel hoe het ging. Alles wat hij zegt, dat wil ik ook. Kan niet beter. Ik zeg, jij valt met de neus in de boter. Ik ben precies zoals jij wenst. Jij hebt een lot uit de loterij. Hij is helemaal goed. Ik ben wel stapig. Maar Roos... Ik heb het al helemaal ingepakt. Wat heb je gezegd, Roos? Wat heb je gezegd, Roos? Hij wil mij. Ik heb hem helemaal ingepakt. Ik zeg, als jij mij uitkleedt, dan weet jij niet wat jij ziet. Ik zeg, dan ben je al klaar voor dat je me aanraakt. Oh, Roos. Nou. En jij dan? Voel jij je opgewonden? Nou, zo gauw ben ik ook niet opgewonden. Ik zeg, dan moet je mij wel aanraken. Maar niet met een telefoongesprek, hoor. Dan word ik niet opgewonden. Ja. Hij wel. En ben je al een beetje verliefd? Jawel, ik wil hem wel hebben, ja. Maar moeten we nog op zoek naar andere mannen dan Anton? Of is nee, Anton niks. De ware? Nee, hij is er. Liefste Anton... Jij bent nu alles voor me. Ik wil je nu al niet meer kwijt. Jij zult goed voor mij zorgen. Het is niet in woorden uit te drukken. Hoeveel ik van je hou. Anton. Jij bent de allerliefste voor mij. Anton. Jij wordt nog beter dan dat mijn man voor mij was. Er moet wel eens een meningsverschil zijn. Dan kunnen we het in bed uitvechten. Want de liefde maakt alles weer goed. Nou, als je daar geen stijver van krijgt, dan weet ik het niet meer. Prachtig. Dat ik dat allemaal zo kan schrijven, hè. Ja, ik kom vanzelf in. Ik hoef er helemaal geen moeite voor te doen. Ik kan nog wat veel meer schrijven. Het komt vanzelf. Ik ben niet meer te stoppen. Alles of niks bij mij. Goed, het verhaal is rond. Buurvrouw Roos heeft de liefde van haar leven gevonden. Volgende week gaat ze al verhuizen. Maar de volgende ochtend gebeurde er iets opvallends. Ze kwam namelijk voor het eerst niet bij me aan de deur. Dus ik ben even gaan kijken hoe het met haar ging. Hoi Roos. Zo, jij bent boos. Ja, ik weet het nou niet met die Anton. Zullen wij eens even over hebben? Ja. Zo. Nee, hij wou 5 dagen bedenktijd. Nee, die Anton, maar bekijk het maar. Vertel, wat is er allemaal gebeurd in vandaag? Nou, hij was een beetje boos. Jouw stem is helemaal niet zo lief als vanmorgen, zeggen. Nou, wat een gelul. Dan moet hij het ook tegen kunnen. Maar wat zei je? Wat heb je verteld? Mijn stem was wat harder als dat het 's ochtends was. Nee, dat pikt hij al niet. Nee. Ik zeg, je slikt het maar. Je moet mij ook van de andere kant leren kennen, anders moet je er niet aan beginnen, heb ik gezegd. Mm-hmm. Denk jij daar dan maar over na? Maar ik heb wel tegen hem gezegd dat mijn fysiotherapeut een vrouw van 74 voor zich heeft liggen en dat hij een lichaam van 25 heeft. En toen zat hij in de hemel. Ja. Ja, maar, dat wil hij. Ja. Bij hem moet allemaal alleen maar één en al liefde zijn. Maar wil je dat niet eigenlijk ook? Ja, wil ik wel, maar ik kan dat niet altijd, hè. Hij heeft me heel veel verdriet aan gedaan dat hij geen 5 dagen contact wil. Nee. Gaat nooit goed. Dat kan niet goed gaan. Kom nou toch een beetje. En hij woont toch veel te ver weg. Is ook helemaal niet leuk.
Het ligt niet aan mij, het ligt aan hem. Ik wou het, maar hij heeft nou alles kapot gemaakt. Hij heeft alles kapot gemaakt voor mij. Het hart van buurvrouw Roos is gebroken. En ik heb haar nog niet eerder zo verdrietig gezien. Dus ik heb haar gevraagd of ze het misschien fijn zou vinden om een afscheidsbrief te schrijven voor Anton. Dat wou ze en die gaat ze aan ons voorlezen. Beste Anton, jij was de liefde van mijn leven. Jij had mijn lichaam gekregen, die 74 jaar is, maar een lichaam van 25 jaar. Dat zei mijn fysiotherapeut waar ik in behandeling ben, als je dat maar weet. Zo zacht en lief en slank. Geen vetholletjes. Heerlijk om te strelen. Maar helaas, je krijgt het niet. Ik wil geen seksslavin van jou worden. Spijt hebben is te laat. Ik wil geen contact met jou meer. Eén keer geen lieve stem en jij neemt gelijk wraak. Zoals jij gedaan hebt met mij, dat kan echt niet. Dat gelijk doorgekrast. Echt waar? Ja, afgelopen. Ik ben bij jullie zo niet meer. Nee. Wat staat hier? Anton, mijn liefde uit Utrecht. Kijk, mijn liefde. Nou, het is een klooster. Afgelopen. Er staan genoeg mannen klaar. Wie weet er is, toch? Zullen wij daarna gaan zoeken? Ja. Voor Anton 10 anderen. Maar eerst gaan we even lekker wandelen, want daar knapt Roos vast wel weer van op. Weet u wat ze wel eens zeggen? Als je anti-kraak gaat wonen, dat je dan naast de gekste mensen komt te wonen. Ik woon tegenover jou, niet naast jou. Dat is ook weer zo. Maar ik ben wel een beetje gek. Ik krijg nog een hartaanval. Roos is weer helemaal de oude. En mijn goede vriend Rens kwam ook nog even langs om eens gezellig met Roos te dansen op André Rieu. En zo was Roos haar dag weer helemaal goed. Zelfs zo goed dat ze voelde dat er wel een romantische klik was met Rens. Ik zou wat met hem aan kunnen. Maar dat kan niet vanwege de leeftijd. Hij wil ook zoveel met mij, maar dat kan niet door de leeftijd. Rens? Dat moet ik niet doen, daar moet ik sterk in zijn. Mm-hmm. Als je zo met je blauwe oogjes aan kijkt. Roos, ik snap het helemaal. Maar we gaan toch op zoek naar iemand van je eigen leeftijd. Want volgens mij is er keuze genoeg. Die is leuk. Die heeft wat. Kijk, hier. Tst. Duimpje omhoog. Ja, nou. Ah, nou Roos, niet gelijk verliefd hoor. Ook eventjes rustig aan kijken. Ja, nee. Je bent gelijk verliefd. Nou, die is mooi. Kijk, die lacht heel mooi. Deze? Ja, die. Die heeft een leuke uitstraling. Nou, Henk heet die. Nou, 71. Klaar. En waar woont hij? Weer te ver weg? Nee, gaan we niet. Oh, nou, drie kleindochters. Vind ik leuk. En dan toon interesse. Ja, Roos die weet wel wat ze wil. Ze weet het zelfs zo goed dat ze direct contact wil. Ze weet alleen niet dat je eerst even moet wachten op antwoord. Nou, ik ga mijn drinken bakken. Ik ga dan niet wachten voor jouw lul. Nou, dan gaan we toch samen even. Ik heb even een frisje voor mij schenken. Godverdomme. Jongen, jongen. Knetter van je van. Het duurt wel maar te lang. Ja, ik ben nog steeds gefrustreerd van die venten van Utrecht. Nou, verdomme. Het is niet leuk meer. Ik kan alleen maar niet meer leuk doen. Door hem. Ik ben zo zwaar teleurgesteld. Ja, maar het is maar één man. Ja, maar jij bent toch, dan is de rest ook niet meer goed bij mij. Ja. Nee, bij mij niet. Dus jij gaat gelijk straks als geld ja, tegen Ja, zo ben ik. Ik ben nou eenmaal zo rechtlijn. Je gaat geld tegen eerst, omdat één man het verneukt heeft. Ja, dan hoeft de rest ook niet meer van mij. Nee, Roos. Zo ben ik. Zo je zit ik. Je moet die andere man, dankjewel. Ik zit nou eenmaal zo in elkaar. Ik heb nog niks bereikt. Dan blijf ik maar alleen. Kan mij dat toch schelen? Nou, Roos. Ik heb geen geduld meer. Maar het lange wachten wordt beloond, want we hebben een match.
Weet je hoe oud hij is? 54. Nee. Ja. En het kan niet mooier worden, want hij wil ook nog met Roos facetimen. Kan het over 5 minuten? Nee, nu. Ja, daar ben ik. Hallo. Nou, vertel eens dat over jezelf. Ja, moeilijk. Ik vind het leuk met een oudere vrouw. Ja. Ik vind het leuk met een jongere man. Ja. Je bent een lachje over je. Maar in 2006 heb ik 2 kunststukken. Maar ik wil niet meer alleen in huis zijn. Nee, nou, dan kom ik eens naar je toe, koffie daar. Ja, dat is ook maar zo snel mogelijk. Wanneer zou dat kunnen? Blijf maar mee. Of dit weekend, dit is zondag. Dan kom je maar. Wil je dat in bed genomen of zondag? Hoe zeg je? Met een condoom of zondag. Met een condoom of zondag. Nou, ik had niet meer even verwacht. Ja, nou, dan maak je het leuk zo. Ja, daar maak ik me er iets leuks van. Lekker zoenen samen? Ja, lekker zoenen, lekker vrij. Daar ben ik helemaal voor. Kan je ook zeggen? Ja. Zet je dan in de chat je adres? Dan weet ik dat ook terug. Dit adres van ik nou wel? Ja. Dat kan ik nou wel geven. Ja, dan zeg maar in de... Dan kan ik het... Als ik het vergeten... Oh, dat heb je het vergeten. Nou, dat wordt in de mail gezet. Oh, dan moet ik elkaar snel zien. Zondag dan. Gaan we direct wandelen. Ga ik je lekker verwennen? Ja, oké. Okay. Nou. Lekker vrij samen. Ja. Zin in? Ja. Ik ben al eenzaam genoeg geweest. Ja, maar lekker genieten. Ja. Nee, ik denk van toen ik je even gesproken heb. Ja, nou, wederzijds. Je bent leuk. Ja, ik vind jou ook leuk. Dank je wel. Kusje. Mannen willen fijn. Ze zijn allemaal hetzelfde. Ik snap ze wel hoor. Ik snap ze eens wel. Vrijen moet ook klikken, anders dan wordt het niet wat met elkaar. Ja, maar Roos, je hebt wel door, hoop ik, dat hij alleen maar wil vrijen. Dat weet hij ik wil niet. Niks anders, echt niet. En geen relatie? Nee. Nou, dan hij wil geen relatie. Hij wil alleen maar even vrijen en dan gaat hij weer weg. Nee, dan komt hij nooit weer. Nee, weg. Gelukkig dat je geen adres hebt gegeven. Ja, weg. Ik wil vastigheid. Ik wil een maatje. Weg. Wist hem maar weg. Goed, ik kom net van buurvrouw Roos. En ik had niet verwacht dat er iets zou gebeuren wat haar zo zou raken. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ik ben wel heel blij dat ik het account van buurvrouw Roos beheer. Want daardoor kan ik wel een beetje filteren wat voor mannen er reageren. En ik heb in overleg met haar een berichtje naar deze man gestuurd om te zeggen dat de afspraak niet doorgaat en ze ook geen contact meer wil. Hij heeft nog wat berichten gestuurd, maar we hebben gelukkig geen adres gestuurd. Dus daar maak ik me geen zorgen meer over. Maar waar ik me wel zorgen over maak, is dat Ruva Roos over een paar dagen gaat verhuizen. En ik hoop zo dat we nog een leuk maatje voor haar vinden, waar ze gewoon in ieder geval lekker mee kan kletsen. En kan ontdekken of het wat wordt. Hey, goedemorgen, Ruva Roos. Ja, dinsdag was komen. Nee, ik ben er alweer. Het was geen weer. Ja, ik dacht dat er ligt sneeuw. Dus laten we even een rondje gaan wandelen. Maar het is alweer bijna nat. Ah, is goed, want ik hou niet van die sneeuw. Van als glad, dan ga je uit. En vooral die smurrie, dan wordt toch glad. Ik had net mijn vriendje. Sorry, wat? Ik had mijn vriendje aan de telefoon. Anton. Roos, wat moet je mij vertellen? Nou, dat het wel goed komt. Wat komt wel goed? Met Anton. Ik heb het niet begrepen. Wat heb je niet begrepen? Dat hij niet verder wou. Hij wil juist wel verder. Hoe ging het dan precies? Ik had hem gebeld. Een poging en toen kreeg ik geen contact. Toen heeft hij mij gebeld. Ik zeg, waar ben jij mee bezig? Alleen omdat die stem eventjes niet lief genoeg klopt, moest je daarom geen 5 dagen contact met mij. Ja, maar zo moest je, dat is de bedoeling niet geweest. Dat heb je helemaal verkeerd begrepen. Ik wil juist wel verder met jou. Maar ik moest er zelf allemaal een beetje op een rijtje zetten. Overrompelde mij allemaal. En jij wil allemaal te snel. Ja, ik zeg, ik wil ook snel. Ik wil dat je vandaag nog komt. Ik bel je dagelijks, zeg. Ik bel je. Maar wees niet boos als ik een dag oversla. Ja, je staat wel verliefd aan mij. Roos. 2 dagen geleden zat ik hier.
Toen heb je hem doorgestreept in het boekje. Hij staat er zo. Heb je hem wel weer opnieuw opgeschreven? En nu dan? Nee, nou is goed. Het is weer een grote liefde. Ik ben heel blij voor je. Oh ja, jij ook. Ja, ja, ja. Ik vind het heel erg leuk. Ik heb de huisdokter al verteld. Ik heb de makelaar ook al verteld. Ik krijg nou een grote liefde. Ik krijg eindelijk eens een keer in mijn leven wat ik wil. Je bent een beetje verliefd. Ja, niet een beetje, helemaal. Die Anton. Ja, die Anton. Door jou zal iedere dag de zon schijnen. Jij zult mij op handen dragen, nooit zal ik meer pijn hebben. Oneindig veel liefde krijg ik van jou. Eerlijk en open voor elkaar, dan zullen wij samen intens gelukkig zijn voor de rest van ons leven. Mooi. Heel mooi, mooi Roos. Hé, hey, maar Roos, dit is misschien de laatste keer dat wij samen wandelen. Ja, ook. Ik mis het wel. Ik vond je zo'n lieve, gezellige jongen. Ik maak me alleen maar aan het lachen. Ik vind het ook hartstikke aardig. Hè? Ik vind het ook heel leuk met u. Ja. Ik vind het wel jammer dat het voorbij is. Klikt heel, heel goed, hè? Ja, maar... Vanaf het begin klikt het altijd tussen ons twee. Ja. Je bent gewoon een zoon van mij. Goed, jongens. Dit was mijn verhaal met buurvrouw Roos. Ik vond het echt een... te gek avontuur. En wil je nou meer buurvrouw Roos en weet hoe dit verder gaat? Doe dan een blauw duimpje omhoog en laat een reactie onder de video. En abonneer op dit kanaal. Altijd goed. Dan mis je niks. Nou jongens, bedankt voor het kijken. En de lach van buurvrouw Roos, die zal in Gieten nog lang nagalmen.